favoriete Pompert, eindelijk weer back met een nieuwe video. Pompert, Spike Live Vlogs. Wow, hoe de fuck werkt dit? Pompert, hoe is het dan? Eindelijk weer, niet normaal hoor, hé. Niet normaal. Nou, ik ben 2 mics weg geweest ongeveer, gewoon druk met van alles, noem het maar op, jullie kennen het wel. Maar we zijn er weer, niet op de bike helaas, want kijk, het regent heel vies. Maar hopelijk wordt het vanmiddag nog droog en kunnen we nog eventjes gaan rijden straks. Ik ben wel actief geweest op YouTube de afgelopen 2 maanden, alleen niet op dit kanaal. Maar we zijn nu onderweg om een nieuwe video op te nemen. Dus stay tuned, we zijn er over 5 minuutjes. En dan laat ik jullie zien waar ik de afgelopen 2 maanden mee bezig ben geweest. Wat eigenlijk een soort van mijn nieuwe werk is. En dan ja, hopelijk moeten we nog een paar dingetjes doen. Hopelijk is het dan daarna droog en kunnen we nog eventjes een rondje rijden vanmiddag op de Busadores. Maar goed, ik zie jullie zo meteen op mijn nieuwe werk / YouTube avontuur. Zoals jullie kunnen zien, ja hoor, we zijn er. Biker outfit. Ik ben ongeveer 3 maandjes geleden begonnen hier. En wat ik hier doe is, ik maak elke week een soort van nieuwsbrief, maar dan in videovorm. Dus wat is nieuw in het assortiment en misschien nog wel belangrijker, wat is in de aanbieding. Eigenlijk de dingen die ik zelf graag wil weten, waar ik zelf van op de hoogte wil blijven, dat doe ik nu hier ook. Dus we gaan nu even beginnen. Oh, ik heb hem vast even in de gimbal gegooid. Smooth beeld gelijk jongen, kwaliteit hier ook. Gezellige collega's, in 's ochtends vroeg, iedereen is nog even koffie aan het drinken. Dus ik ga lekker het videootje opnemen en dan zie ik jullie zo meteen. Maar dit is wat ik de afgelopen 3 maanden aan het doen ben. Elke week, elke vrijdagmiddag een videootje op het kanaal van Biker Outfit. Check de link in de beschrijving, het is de eerste link. Abonneer eventjes, support mij, support hun. En ja, dan blijven jullie op de hoogte van wat ze hier nieuw hebben en wat in de aanbieding is. Maar goed, ik ga even die video opnemen en dan zien we jullie zo meteen weer. Ja hoor, Pompert HQ, we zijn er weer. Nou, net klaar bij Biker Outfit, jullie zien het, Floris, still going strong. Eigenlijk niet echt meer gereden. Even, er stond hier een hele berg met vuilnis, met banden en zo. Die heb ik even allemaal achter in de bus gegooid. En die gaan we nou even naar de vuilstort brengen. Update hier op Pompert HQ / rustig racing garage. Jullie zien het, Busadores, still going good. Klant, Ravian's bike. Flipsen, Jigser, klaar, want ze gaan dit weekend racen. Ik moet het hele weekend werken. Dus ik ga lekker centjes verdienen. Flipsen bike, ready helemaal voor drag race. Deze bike is net klaar voor de keuring. Die is helemaal goed gekeurd. Die is nu weer een stukje omlaag gegooid en dan ook ready. Jansen bike ready voor racing. Nou, je ziet hij is hier een beetje aan het verbouwen en doen. Johanse Boesa ook helemaal ready om dit weekend te gaan racen. Hij gaat waarschijnlijk met mijn bus. Check die dikke Brox eronder. Grappig verhaal trouwens. Hij had deze Brox besteld uit Amerika. Er waren wat problemen met de levering via die corona shit, zeg maar, en noem het maar op. Dus wat doet hij nou? Heel ongeduldig. Hij bestelt gewoon een splinternieuw systeem uit Engeland, Black Widow. Omdat hij niet zeker wist of deze op tijd zou komen. Black Widow komt binnen, hij gooit het eronder, een paar dagen later komt zijn Brox binnen. Dus nu zit Brox eronder, vol titanium systeem, ik geloof 3,5 kilo voor naar achter, bizar, niet normaal. Maar hij heeft dus die Black Widow systeem heeft hij over. Nou, heeft hij het gisteren te koop gezet, mochten mensen interesse hebben, vol systeem voor naar achteren van Black Widow. Met een carbon demper. Ik zit even te kijken of ik die demper... Nee, die demper zie ik even niet zo liggen. Die zal wel in een van die dozen zitten hier al. Nee, geen demper. Ja, maakt niet uit. Ik zal het jullie later wel eventjes laten zien. Vol systeem. Carbonen demper. Fucking dik. Hij vraagt €600 ervoor. Dus mochten er mensen interesse hebben. Hayabusa Gen 2. €600. Maar goed, ja, het gaat goed hier al. Oké, Pompert HQ. Pompert kantoor. Gaat ook lekker, jullie zien het. Still going strong. Maar goed, we gaan eventjes die vuil wegbrengen. Dan gaan we eventjes met de bus langs Hoagie. Want die bus lekt een klein beetje olie. En Johan wilde mee weg dit weekend. Dus we gaan even checken of alles wel goed zit. En anders dan sturen we Johan gewoon op pad met een heleboel olie. En dan moet hij hem gewoon steeds bijvullen. Ook geen ramp. Maar jullie zien het. Still going strong hier op Pompert HQ / rustig racing garage. Jammer. Nou, even naar de vuil stort. Alright guys, nou ik ben even op de computer bezig geweest. Ik heb even mijn telefoon leeg gegooid, want die map was vol. Even de bestanden klaargezet van die video die we vandaag hebben opgenomen bij Biker Outfit. Ik was vuil weg gaan brengen. Toen was ik nog even langs Hoagie gereden met mijn bus om eventjes te checken.
En toen ben ik naar hier gereden, ben ik lekker in de tuin bezig geweest, hier op de camping, een beetje opgeruimd, mijn hek afgemaakt. Ik zal jullie morgen even laten zien hoe of wat. Volgens mij heb ik jullie sowieso nog nooit mijn caravan laten zien. Maar goed, ik ben nu in Noah's kamertje eigenlijk, zoals je kunt zien, maar het is ook de computerkamer en ook de hondenkamer. Mokum, je hebt YouTube zo lang niet gezien, heb ik. Zeg even gedacht aan tegen ze. Hallo dan, nou, jullie zien het, Mokum is ook hier. Met Mokum gaat het goed. Mokum is geopereerd, bijna 4 weken geleden. Hij had een metalen plaat in zijn been, hou op ik. En die metalen plaat, die hebben ze eruit gehaald. Dus, oh, ik val bijna om. Hij heeft nog steeds een beetje een funky kapsel hier zo rechtsachter. Maar ik wou gaan editen, maar ik ben veel te moe, ik ben veel te stoned om nu nog te gaan editen. Dus ik heb het in ieder geval allemaal klaargezet. Dan kan ik morgenochtend, als ik wakker word met een bakje koffie, kan ik lekker gaan editen hier. Ik ga nou die hond uitlaten en dan gaan we lekker nog even op de bank liggen en vroeg erin. Ik wou gaan rijden voor jullie vandaag. Ik wou gaan filmen en ik wou gaan rijden. Maar het heb gewoon de hele dag geregend. Ik heb ook in de regen ben ik buiten bezig geweest. Hopelijk is het morgen overdag droog. Ik ben morgen overdag vrij. Ik moet morgenavond pas werken. Dus dan hoop ik morgenochtend nog eventjes een stukje te kunnen gaan rijden. Maar goed, stay tuned voor dat. Ik wou jullie in ieder geval laten weten dat de vlogs gewoon terug zijn. Ik ben er weer. We gaan er gewoon weer voor. Ik heb er zin in. Het wordt wel winter. Maakt niet uit. We gaan gewoon doorrijden. Het komt helemaal goed. En dan deze stinkt het wel eruit. Ik zie jullie volgende keer. Later, pompert.